Ja, we zijn in afwachting van de tweede helft. Scheidsrechter Langendonk zal gaan fluiten voor de start van de tweede helft. VSO heeft gewisseld, zie ik in ieder geval. Moet eens even kijken. Patrick Augustin is achtergebleven in de kleedkamer. Renze van der Velde speelt voor hem in de plaats. Ja, er zijn wat omzettingen geweest, want Renze van der Velde speelt in het centrum. En niet aan de linkerkant waar Patrick Augustin speelde. Nick Koele is doorgeschoven naar het middenveld. En ik dacht dat Gert Schreus het veld heeft verlaten. Toch iets geblesseerd waarschijnlijk geraakt. Nick Koele heeft de plek van Gert Schreus overgenomen. En Robin Vughten is voor hem de plek gekomen voor in ieder geval voor Gert Schreus. En die staat dus aan de rechterkant als rechtsback gepositioneerd. Eens even kijken of Delburg Sportclub nog gewisseld heeft. Ik zie het zo niet. Kijk, en meneer wordt dan iets meer druk naar voren gezet. Robin Vughten probeert dat in ieder geval. Marco de Vries is nu aan de bal, maar vervolgens wordt hij kort gehouden door, in dit geval Ruben Buizert. Nou, Robin Vughten die probeert de bal te veroveren, maar gaat de kosten van, even kijken, ik dacht dat het Björn van de Wetering is, die geblesseerd raakt. Ja, is direct al een oponthoud in de tweede helft. Ik denk de enkel of de scheenbeen, eens even kijken of de, nee, het is een kuit waar hij last van heeft. Zal ongetwijfeld geraakt zijn. Dus trainer Wilfred Westerhuis heeft zoals verwacht ingegrepen. Probeert voorin iets meer te brengen met Rinsen van der Velde. Heeft duidelijk meer lengte. Rinsen van der Velde die van WRC is gekomen naar VSO toe. En van samen met Martijn Pluim. Beide spitsen daarachter worden aangesloten door aan de linkerkant Wesley Pater en aan de rechterkant Remke Vertoel. En Jan Vertoeven daarachter meer in de verdedigende rol van op het middenveld. Samen met Nick Koele. De bal toch nog voor. Maar het is Nick Koele die dacht uit te verdedigen, schiet toch nog tegen een speler aan van de Elburg Sportclub. Scheidsrechter Langendonk vindt dit geen overtreding. Volgens mij werd hij wel gemangeld door twee spelers. Maar goed, hij is de baas in het veld en niet ik. En het is nu Björn van der Wetering die inspeelt op Robben van Schie. Robben van Schie naar de linkerkant naar Marco de Vries. Die probeert in te spelen. Dat raakt hij ook. En Remco Timmer scoort schitterend de 2-0. De bal komt een beetje raar, een beetje achter hem terecht. Maar hij weet toch de bal volop zijn wreef te nemen. En Jaap-Jan Schoonhoven kans los te laten. In de 49e minuut. Zijn tweede treffer in deze avond. Ja, een streep door de rekening van VSO. Er zal nog meer moeten laten zien. Dus dat zij toch voornemens zijn om deze wedstrijd goed te eindigen. Ja, Jaap-Jan Schoonhoven die keek daarna naar de bal en zag hem aan hem voorbij gaan. Ja, en als dat gebeurt dan is het meestal een doelpunt. Zo werkt dat bij keepers. Björn van der Wetering gooit op Marco de Vries. Hij stond ook aan de basis van het tweede doelpunt zoals hij ook aan de basis stond van het eerste doelpunt. Tweemaal een assist. Martijn Pluim op Jan Vertoever. Jan Vertoever speelt diep op, probeert Wesley Pater te bereiken, maar die laat zich verrassen. En nu wordt de bal snel, te snel diep gespeeld door Nick Koele. En ja, is kansloos voor Rinsen van der Velde. Die vervolgens wel even de keeper dwingt om de bal op te pakken. Die speelt dus in op Raoul Jesseroen. Die speelt naar de linkerkant naar Björn van der Wetering. Die vervolgens diep speelt, maar Marco de Vries staat buitenspel. Ben de Vries gaat wel jagen. Pakt toch niet helemaal op. Beide broers van elkaar. Robin speelt niet lekker in op Nick Koele.
Dat is, wordt weer overgenomen door Elburg Sportclub. Jan Vertoever die vervolgens hands maakt en scheidsrechter een vrije bal geeft. En Robben van Schie aan de linkerkant in balbezit. Gaat via Marco de Vries. Marco de Vries geeft voor. En nummer 4 is je toch opletten, want laat de bal aan zich voorbij gaan. Remco Timmer komt toch inglijden. Maar goed, kon daar ook niet meer bij komen. Steen van Bos. Nee, Rick van Rusleur moet ik zeggen op Jaap Jans Scholen. Vind ik ook toch iets te lang werk hebben met het weer verplaatsen van de bal. Waardoor hij zichzelf in moeilijkheden brengt. Maar ook nog eens een keer zijn eigen medespelers. Want dan betekent dat Elburg Sportclub zich kan hergroeperen. Andries van Beek die bal overdraagt aan Björn van der Wetering. Die mag ingooien. Die speelt op, gooit in op Robert van Schie. Wordt op de vel op de huid gezeten door Martijn Pluim. Wel reglementair, zegt de scheidsrechter. En mag doorgaan. En het is VSJ ook niet gelukkig altijd in de duels. Nu ook weer niet. Nu is het Wim de Vries aan de rechterkant die vrij staat. Speelt de bal te diep. Op Remco Timmer. Bal gaat achter. Ook de assistent scheidsrechter geeft buitenspel. Maar goed, vervolgens negeert de scheidsrechter dat op de bal toch al achter is. Beide backs van VSJ staan heel erg diep. Staan bijna tegen de middenlijn aan. Stefan Bos aan de linkerkant en Robin Vugten nu aan de rechterkant. Zodat er wat meer ruimte ontstaat om te kunnen inspelen. Achterin en vervolgens de aanval kunnen zoeken. Nu is het Rins van der Velde die aan de linkerkant weggestuurd wordt. Bal gaat over de zijlijn. Ja, er zal toch weer meer druk moeten gezet worden naar voren toe. Met meer lef gevoetbald worden. Met meer felheid en agressie. In de goede zin des woords. Martijn Pluim. Martijn Pluim probeert Jan Vertoever die diep ging te bereiken. Maar de bal ketst af op een Elburger. En dit is nu Marco de Vries. Marco de Vries die aan de linkerkant doorgaat. Ziet Wim de Vries. Maar scheidsrechter geeft buitenspel. En het is de vraag. Het leek mij ook buitenspel. Maar goed, scheidsrechter geeft duidelijk doelpunt. In de 53ste minuut. De bal wordt vooruitgespeeld van mij wat lief Wim de Vries voor zijn tegenstander. En dan is het in mijn optiek buitenspel. Een geintje van de speaker. Ja, Wim de Vries die tegen een oude ploeg gescoord. Nou, ik dacht absoluut in buitenspelpositie, maar goed, ik heb er niet voor te zeggen. En VSJ tegen een 3-0 achterstand, nou, slecht uit de kleedkamer dus op deze manier gekomen. Buitenspel, ook weer opnieuw buitenspel, ja. Scheidsrechter Langendonk neemt nu wat vlagsignaal wel over van assistent scheidsrechter. De bal wordt net iets te laat gespeeld. VSJ aan de bal, Ruben Buizert. Ruben Buizert probeert de vrije man te vinden. Vindt uiteindelijk Remco Vertol die fel op de huid gezeten wordt door Richard Boer. Richard Boer die weer teruggaat en Remco Vertol volgt. Vervolgens Robbie Vugten aan de rechterkant aan de bal. VSJ in balbezit. Nick Koelen. Nick Koelen die gaat nu aan de linkerkant. Dit is een mooie aanval aan de kant van VSJ. Nu Remco Vertul die speelt, diep speelt. Die probeert met een bal in één keer op het doel, dacht ik. Ja, probeert zeker niet Rinsen van der Velde te bereiken. Dat leek me niet de poging. Ik dacht dat de bal dat hij probeerde de doelman te verschalken. Hij zag dat Björn Onderstal wat voor zijn doel stond. En vervolgens de bal toch ruim naast het doel schiet. Björn Onderstal die de bal gaat uittrappen. Nou, kijken hoe hij dat gaat doen. Het zal waarschijnlijk een lange bal gaan worden. Nick Koelen in balbezit. Nick Koelen via Wesley Paat naar Wesley Pater. Wesley Pater op dit geval naar Martijn Pluim. Krijgt een zetje. En dat zit scheidsrechter Langendonk. En vervolgens mag VSJ een vrije trap gaan nemen. Nou, wellicht dat hier dan eens een keer iets uit voortkomt.
Het wordt tijd dat VSO eens een keer iets terug doet. Vrije trap wordt genomen door Remco Vertol. Remco Vertol zal proberen, denk ik, Rinsen van der Velde te zoeken. Probeert het ook, maar Andries van Beek weet het gevaar van Rinsen van der Velde te voorkomen. Jan Vertoever gaat aan de rechterkant ingooien. Bereikt Martijn Pluim. Op Jan Vertoever. Goede schouderduw van Jan Vertoever. Houdt daardoor balbezit. Robin Vugten op Rick Sleurink. Even kijken, weer opnieuw naar Robin Vugten. En nu moet hij diep gespeeld worden op Martijn Pluim. De bal komt op Martijn Pluim. Geeft buitenspel. Wel buitenspel. Assistent scheidsrechter vlaagt. Het scheidsrechter staat ook op één lijn. We zijn het niet altijd eens met de beslissingen van de assistent scheidsrechter en de scheidsrechter die dan vervolgens het vlagsignaal van assistenten overneemt. De bal draait te veel naar de doelman toe zodat Remco Vertol niet bij die bal kan komen. Richard Boer probeert Remco Timmer te bereiken, lukt niet. De bal gaat ook over Wim de Vries heen. Nick Koelen balbezit. Speelt via Robin Vugten. Robin Vugten neemt de bal niet goed aan. En de bal gaat op de zijlijn. Ingooi voor de Elburger Sportclub. Ja, die natuurlijk op rozen zit. 3-0 voorsprong. Geveldje aan de lucht. De eerste wedstrijd ook al met 4-0 gewonnen. Dus ja, alles wijst erop dat de Elburger Sportclub de pool gaat winnen. En vervolgens door kan in de beker. Een overtreding van Remco Vertol. Nou, weer verzoenend naar elkaar toe. Laten we toch vooral sportief houden deze wedstrijd. Er is nergens voor nodig dat dat op de een of andere manier dat onsportief gedragen. Wesley Pater die de bal oppikt via Jan Vertoever. Speelt naar Martijn Pluim, maar daar wordt weer heel slecht ingespeeld. Ja, goed. Nee, VSO toch vaak te onzuiver. Nu opnieuw. Een bal wordt zomaar ingeleverd. Remco claimt een overtreding, maar scheidsrechter Langendonk zegt van niets aan de hand. Een ingooi aan de kant van de Elburger Sportclub. Via Robben van Schie. Remco Vertol blijft op de grond zitten, zodat verzorger Henk de Klooster door de scheidsrechter binnen de lijnen wordt gelaten om Remco te verzorgen. Ja, misschien toch een kleine vergelding, afrekening van de overtreding daarvoor. Ook al is het maar licht. Inmiddels kleine 60 minuten, 58, 59 minuten gespeeld in deze wedstrijd. 3-0 voor de Elburg Sportclub. Tweemaal Remco Timmer en eenmaal Wim de Vries. En Raoul Jesseroen gooit in. Bereikt Wim de Vries. Ja, krijgt een grote kans, maar hij struikelt over de bal. Remco Timmer blijft met de voet op de bal staan. De bal wordt doorgekopt bij de eerste bal door Wim de Vries. Door een verre ingooi. En Remco Timmer, die dacht de bal in te kunnen tikken, ging bovenop de bal staan. Zodat dat feestje dus niet doorging. Martijn Pluim. En nu moet de feestje wat diep gaan spelen. Stefan Bos, de linksback, komt mee naar voren. Speelt Renzen van der Velde aan. En dan zou de bal naar de linkerkant moeten. Maar de bal gaat laag op de grond. In een woud van spelers van de Elburg Sportclub. Zodat ze kunnen overnemen. Via Robben van Schie op Marco de Vries. Marco de Vries gaat het duel aan met Robin Vugten. Gaat naar binnen toe. Draait weer naar buiten toe. Maar daar komt de voorzet en eens even kijken, het gaat er in één keer in. Een voorzet als voorzet bedoeld. De bal verdwijnt in één keer in het doel. Hey, wie was dat?
Marco de Vries, een paar maal aangever. En nu Marco de Vries die dus de stand op 0-4 bepaalt. Ja, VSO krijgt zo door een dikke nederlaag te verwerken. En heeft het toch aan zichzelf te wijten. Gewoon te onvoldoende fel in de duels. Te vaak balverlies. Makkelijk balverlies. Waardoor de Elburg Sportclub makkelijk kan overnemen. Dit is natuurlijk wel een geluksdoelpunt. Maar goed, het gaat dit ook weer zo'n bal die eigenlijk niet goed ingepast wordt. Komt bij geluk nog weer bij Rinsen van der Velde. Komt er een lange bal naar Wesley Pater. Een cross van Robbie Vughten. Nou, het is de vraag wie het duel wint. En dat is Richard Boer aan de die de duel van Wesley Pater wint. Jan van Toever gaat ingooien. Robben van Schie. Probeer Marco de Vries te bereiken, lukt niet. Remco van Tol. Ja, het geloof is natuurlijk bij VSO al lang weg. En je ziet ook dit soort ballen weer. Dit is gewoon kinderlijk eenvoudig verspelen. Björn van de Wetering die probeert de bal diep te spelen op de spitsen van Elburg Sportclub. Maar goed, dat gaat niet door. En het belandt in de handen van Jaap-Jan Schoonhoven. Die ook weer erg moeilijk die bal gaat uitverdedigen. En weer gaat VSO bijna het duel, ik zou zeggen, verliezen. Maar uiteindelijk, ja, nu doorgeven zou ik zeggen. Dat duurt weer te lang van Martijn Pluim. Had de bal op Jan van Toever moeten spelen. Op het moment dus dat hij die bal vrij speelt en één keer doorspeelt naar de diepgaande Jan van Toever. Dan sticht je gevaar. Nu houdt hij in en dan is het gevaar weer geweken. Een schot van Nick Koelen. De bal gaat hoog over in de bosjes. En een reservebal komt het veld binnen. De Elburg Sportclub gaat wisselen. Dacht Richard Boer, dacht ik, zoals ik het zie, gaat verlaat het veld. Ik kan het namelijk hier vanaf niet zien, want het is moeilijk te onderscheiden. De rugnummers aan de kant van de Elburg Sportclub. En zeker als ze helemaal aan de andere kant staan. Wellicht dat de speaker het nog gaat omroepen. Nou, Mark Kroeze dus in het veld voor Richard Boer. Ah, dit is ook weer slecht ingespeeld. Dan heb je een kans. Dan kun je een bal diep spelen op de diepgaande man. En nu laat scheidsrechter. Toch zou ik zeggen de assistent scheidsrechter staan. Uiteindelijk niet. Elburg Sportclub gaat nogmaals wisselen. Zoals het zich aan laat zien. Ja, Raoul Jesseroen verlaat het veld. Dacht dat William Hunnestein erin komt. Dat klopt inderdaad. William Hunnestein komt voor hem in het veld. Ook een meer een aanvallende speler. Ja, Elburg Sportclub zit natuurlijk op roze in deze wedstrijd. 4-0 voor. Nou goed, dat kan absoluut niet meer mis. En VSO is tot op heden niet in staat om voor enig gevaar te zorgen. Valt tegen aan de kant van VSO. Ook VSO gaat wisselen. Rick Sleurink wordt gewisseld. En ik denk dat Alwin Zieleman in het veld komt. VSO wisselt Rick Sleurink die vanuit het veld fremdelijk naast komt met nummer 14, Alwin Zieleman. Alwin Zieleman die dit seizoen overgekomen is van de SC Harden. Maakt zijn opwachting in dit duel.
Een vrije trap voor de Elburg Sportclub. Te hoog heeft been. Aan de kant van VSO, Martijn Pluim. Nee, het was toch een ingooi. Steven Bos naar Alwin Zieleman. De ingevallen Alwin Zieleman. Krijgt de bal terug. Speelt in op Steven Bos. Ja goed, vervolgens waar moet hij de bal naartoe spelen? Er loopt ook niemand vrij. Levert dan vervolgens weer in. Robben van Schie is meer centraal gaan spelen lijkt het. En Marco de Vries. Haalt er een hoekschop uit aan de kant van de Elburg Sportclub. William Hunestein neemt de hoekschop. Komt hoog voor het doel. Zoekt Wim de Vries, bereikt hem ook, probeert door te koppen naar Remco Timmer die vervolgens de bal niet kan inkoppen. Ja, VSO pakt ook te weinig de tweede bal. En vervolgens is te slordig met inpassen, heeft er veel werk, is te weinig beweging. Nou, de bal komt nu in bij Wesley Pater bijna, maar vervolgens... Kan de bal door Björn van Wetering toch nog weggewerkt worden. Robben van Schie bereikt Marco de Vries. Mooie loopbeweging van Marco de Vries. Dit is geen buitenspel. Een goede kans voor Wim de Vries. Dat had gewoon de 5-0 moeten zijn. In de 68e minuut. Marco de Vries die Wim de Vries zijn broer bereikt. Maar goed, die strandt op doelman Jaap-Jan Schoonhoven. Een hoekschop aan de kant van de Elburger Sportclub. Bal wordt door Ruben Buizert uit de doelmond weggekopt. Robin Vugter pakt op. Komt een diepe bal, maar bereikt Rinsen van der Velde niets. Mitchell Kalver daar weet... De situatie meester te blijven. Nu speelt hij de bal iets te ver voor zich uit. Kan Jan van Toeven daar wat mee? Houdt toch in. Remco naar Steven Bos. En dan komt de bal. Ja, dat is een goede kans. Rinsen van der Velde. De voorzet van Steven Bos. Rinsen van der Velde. Die kopt de bal op de lat. En de bal gaat over. Had op zich een beter lot verdiend, maar goed. Elburger Sportclub bouwt weer op. Aan de rechterkant. Via Mitchell Kalver daar. VSO mag ingooien. Ja, deze wedstrijd gaat dan wel als een nachtkaas uit. Het is niet echt een derby geworden, zeker niet qua stand. Zeker in het begin van de tweede helft zo snel uitgelopen. Dan verwacht je, of je hoop je in ieder geval, dat het een duel gaat worden en dat VSO nog wat terug kan doen. Maar binnen 10 minuten is de wedstrijd echt gespeeld. Dan is het 3-0 in de tweede helft en dan is het helemaal gebeurd. Nu wordt Rinsen van der Velde voor buitenspel teruggevlacht. En dat leek me dus niet het geval, maar goed. Hij stond er al.
Nou, gaat hij erin, gaat hij neer. Dit lang. Martijn Pluim die de bal wil dribbelen over de achterlijn. Over de doellijn. Maar volgens uiteindelijk de bal niet in het doel kan werken. Doet misschien net even iets te lang. Ingooien voor de Elburger Sportclub. Inmiddels nog een kleine 20 minuten te gaan in deze wedstrijd. Björn van der Wetering die de bal uitspeelt naar Wim de Vries. Alwin Zieleman heeft wat moeite om de bal te komen. Mooie steekpaas op Wesley Pater. Zou nu dan eens een keer moeten scoren. Nu dat Martijn Pluim. PSG krijgt nu wel kansen. Maar vervolgens weten ze daar geen raad mee. Die bal is over de zijlijn. Ook assistent scheidsrechter van Elburger Sportclub. Henk Boer. Hendry Boer is het geloof ik. Hendry Boer. Constateert dat. Martijn Pluim. Mooie bal op Wesley Pater. Ja, de bal komt gewoon niet voor. Nu komt Jan van Toever. Jan van Toever, de bal gaat denk ik veel te hard. Ja, gaat helemaal over de achterlijn. Ja, het is niet goed van de kant van VSO. Elburger Sportclub gaat opnieuw wisselen. Ali Moala komt in het veld voor Remco Timmer. De maker van twee doelpunten van de Elburger Sportclub. De eerste twee doelpunten. Jaap-Jan Schoonhoven brengt de bal in het spel, maar vervolgens bij de Elburger Sportclub. VSJ onderschept de bal via Remco Vertul, Alwin Zieleman. Bal terug bij Ruben Buizert. Uiteindelijk bij Remco Vertul die diep probeert te spelen. Maar de bal over de zijlijn plaatst. Een diepe bal op Marco de Vries. De bal gaat te ver en komt bij doelman Schoonhoven. Dit is ook een beetje moeizaam, maar het lukt allemaal wel. Jan van Toever. Jan van Toever gaat naar Stefan Bos. Stefan Bos op Remco Vertul. Remco Vertul weer diep naar Stefan Bos die de diepte zoekt aan de linkerkant. Blijft de bal binnen, bal blijft binnen. Nu moet er een goede voorzet komen. Stefan Bos gaat het duel aan. Verliest het duel, de bal gaat over de achterlijn. En Elburger Sportclub mag een doeltrap nemen. Jan Vertoeven probeert wel de boel vast te zetten, maar Elburger Sportclub blijft in het balbezit. Via Mitchell Kalverdaak wordt de aanval weer opnieuw opgezet. Feestjo gaat ingooien, Wim de Vries speelt de bal over de zijlijn. Diepe bal. Van Martijn Pluim op Remco Vertul. Kan het niet helemaal belopen. Andries van Beek blijft de situatiemeester. Speelt de bal over de zijlijn. Ingooi van VSO. Ook de reservebal komt wel heel snel al die kant op. Heeft de scheidsrechter niet om gevraagd. William Hunnestein op Marco de Vries. Robin Vugten speelt de bal over de zijlijn. Nog een kwartiertje te gaan in deze wedstrijd. Die natuurlijk al lang gespeeld is.
Waarin Fecio in de tweede helft van de tweede helft nog wel een paar kansjes heeft gekregen. Maar ook met name door toedoen dat ook bij Elburg Sportclub. Nou ja, goed, in ieder geval de scherpte er ook een beetje af is na die 4-0. Via, dacht ik, Nick Koele, wordt het een hoekschop. Ali Moala pakt de bal op. En die gaat die hoekschop nemen. Andries van Beek gaat naar voren toe. De bal bereikt in dit geval Wim de Vries niet bij de tweede paal, gaat over hem heen. En vervolgens kan Jaap-Jan Schoonhoven een doeltrap nemen. Daar heeft Jan van Toeven denk ik wat geluk met het wegdraaien van zijn tegenstander. Ik had de indruk dat hij zijn tegenstander niet eens aan zag komen. Renze van der Velde die een goed blok zet. Probeert daar Remco van Til te bereiken. De bal wordt opgepikt door Robin Vughten. De bal komt denk ik niet goed aan. En er is een blessure aan de kant van de Elburger Sportclub. Ik kan niet zien wie dat is. Wellicht dat het Richard Boer is, als ik het zo even heel snel bekijk. Nee, die is het veld uit. Mitsa Kalver daar, denk ik. We hebben nog 8 minuutjes te gaan. Dit is Mitsa Kalver daar, klopt inderdaad. Elburg bouwt weer op via Andries van der Beek. Via Björn van der Wetering. Wordt onder druk gezet. Nee, komt er niet uit. Elburg Sportclub, Jan van Toever aan de bal. Via Wesley Pater speelt in op Robbie Vughten. Weer naar Jan van Toever. Robbie Vughten, ja. Ja, een gele kaart, commentaar op de scheidsrechter. Dat is natuurlijk niet slim. Björn Onderstal naar Michel Calverda. De Calverda via naar Wim de Vries. Die probeert William Hunnestein te bereiken. Als nu de bal snel komt naar de rechterkant, naar Wesley Pater. Maar dat gebeurt dus niet. Nu nog een keer diep. Maar de bal wordt gewoon in de recht op Andries van Beek gespeeld. Jan van Toever probeert de aanval op te zetten. Vindt daar Wesley Pater, probeert de combinatie aan te gaan. Ali Moali aan de bal, speelt hem op William Hunnestein, die dus Marco de Vries bereikt. Marco de Vries zal proberen de bal hoog voor te geven, zou ik zeggen, maar dat gebeurt dus niet. Weer slecht ingespeeld aan de kant van VSU. Alwin Zieleman op Stefan Bos. Stefan Bos ten nauwe nood de bal bereikt. Maar vervolgens kan hij Rinsen van der Velde niet bereiken. Andries van der Beek speelt op Björn Onderstal. Die naar vervolgens de bal weer opnieuw ontvangt. Ik ga hier staan.
Ben de Vries aan de bal. Speelt diep op Marco de Vries. Of breed moet ik zeggen. Geeft voor, maar bereikt in dit geval Ben de Vries niet. Omdat doelman Jaap-Jan Schoonhoven ervoor zit. Dit is een goede bal aan de kant van Remco Vertul op Wesley Pater. Nou, eens even kijken of daar nu eens wat mee gedaan kan worden. Dat lukt dus niet. Robin Vugten pikt de bal op, die dus in diep gespeeld wordt. En bereikt daar, zou ik zeggen, Alwin Zieleman. Of de bal moet over de zijlijn gaan. Nee, de bal houdt Alwin Zieleman binnen. Op Remco Vertul. Speelt de bal weliswaar diep op Martijn Pluim, maar niet goed. Te scherp naar binnen toe. Waardoor Elburg Sportclub de bal kan oppakken. Mitja Kalverda op William Hunestein. Speelt diep op breed op Robert van Schie. Robert van Schie. Thijs Frik in de bal. Remco op Martijn, Remco Vertul op Martijn Pluim. Dit is, lijkt mij, geen buitenspel. Wesley Pater in balbezit. Nou, die bal moet eens een keer goed bij de tweede paal komen. Of anders bij de eerste paal. Kijk. Er gaat wel het duel aan, maar volgens wordt het duel ook verloren. Nu is het in dit geval Andries van Beek. Die een kopduel, een kopbal van Rinze van der Velde voorkomt. Er ligt iemand van Feestje in de middencirkel op de grond. Dit is Jan van Toever. Ik heb niet gezien wat er gebeurd is. We zitten inmiddels in de 83e minuut van deze wedstrijd. Ja, Jan van Toeven staat weer. Kan weer verder. Nu zal ook verder moeten, want VSO heeft al 3 keer gewisseld. Tenminste, als het even kan. Als het helemaal niet meer kan, dan houdt het gewoon op. VSO neemt een hoekschop via Remco van der Tul. Probeert daar Rinze van der Velde te bereiken. Lukt niet. Wordt uit het doelmond weggehaald. Feestje probeert weer op te pakken via Alwin Zieleman. Nick Koelen op aan de linkerkant op Martijn Pluim. Martijn Pluim gooit in. Alwin Zieleman, maar vervolgens breekt die Martijn Pluim weer niet. Nee, het is niet goed aan de kant van VSO. Weet elkaar niet te bereiken, er zit geen vertrouwen in. Nou, en dat is natuurlijk geen goed voorteken voor de competitie. Want als je zo de competitie moet, dan is er nog wel heel veel werk aan de winkel. Ruben Buizert. Maar ook Ruben Buizen weet zijn medespelers niet te bereiken in de 16 meter. Nu is het Stefan Bos die oppakt naar Alwin Zieleman. Maar ook dat is weer onzuiver. Gewoon een eenvoudige brede paas. Moet er gewoon in de voeten gespeeld komen. Of in de loop van de medespeler. Ja, het vertrouwen is helemaal weg bij VSO in dit geval. Men probeert het wel. Maar tot op heden gewoon niet bij macht om echte kansen te creëren. Dit is ook een bal die totaal niemand bereikt. De speler komt terug en dan wordt de bal diep gespeeld. Björn Onderstel, doeltrap naar voren, probeert Wim de Vries te bereiken. Jan van Toeven wint het kopduel van Wim de Vries.
En vervolgens ja, gaat de bal over de zijlijn, wat Martijn Pluijm niet bereikt. Nou, dat is vaak te veel en te vaak gebeurd deze wedstrijd. VSO, de spelers die onderling elkaar onvoldoende vinden. Te weinig venijn hebben in aanval, te weinig venijn in de duels. Duels vaak verliezen, tweede bal vaak niet oppakken. Ja, en daardoor Elburg Sportclub vrij eenvoudig kon uitlopen naar 4-0. Qua voetbal zou je zeggen, is het nog niet eens zo van, maar beide kanten is het niet overtuigend. En doet VSO niet eens zo heel veel onder voor Elburg Sportclub. Mis je nu dan een doelpunt van Martijn Pluijm. Ook dat grote kans, maar weet de bal dus niet langs de doelman Björn Onderstal te krijgen. Ja, dat is natuurlijk ook een manco van VSO. Krijgt wel ook nog wel wat kansjes, maar weet vervolgens niet te scoren. Ruben Buizert probeert nog eens een keer de diepte te zoeken naar Martijn Pluijm. Wordt niet bereikt. Mitja Kalver daar kopt de bal weg. De bal komt bij William Hunestein, maar controleert de bal niet goed. En via Ali Moala gaat de bal op de zijlijn. Remco Vertul in balbezit. Speelt terug op Stefan Bos. Die vervolgens weer diep speelt naar Martijn Pluijm. Maar het is te voorspelbaar. En eigenlijk zou de bal ook verplaatst moeten worden. Moet uit de drukte gehaald worden. Naar de andere kant. En met een veel hoger tempo. Björn van de Wetering. Ja, hij speelt toch de bal, zou ik zeggen. Maar raakt daarmee wel de tegenstander. En scheidsrechter geeft een overtreding. Vrije trap voor de Elburg Sportclub. Nou, de laatste minuten van deze wedstrijd staan op de klok. Nog een paar minuutjes te spelen. Wat mij betreft zal de scheidsrechter niet lang bijtellen. Ondanks de wissels en de blessurebehandelingen. Wesley speelt de bal, maar zit er een been tussen en dan is het een overtreding en terecht een vrije trap voor de Elburg Sportclub. Voor de rest een sportief duel geweest, 1 gele kaart vanwege commentaar van Robin Vught op de leiding op scheidsrechter Langendonk. Nou, dat moet je zeker niet doen. Ja, straks na de wedstrijd dan is het opzet dat beide trainers nog even voor de microfoon komen om in ieder geval even een toelichting te geven op deze wedstrijd. Maar we zijn natuurlijk altijd benieuwd met wat voor intenties de trainers het veld zijn ingegaan. Hoe ze het verloop van de wedstrijd hebben gezien uiteindelijk. En wat ze ervan geleerd hebben van deze wedstrijd. En belangrijk is nog wel, hoe staan ze ervoor met betrekking tot de competitie volgende week, die van start gaat. En VSO mag dan in de borst nat maken in de uitwedstrijd tegen Hatwijm. Dat net geen promotie heeft afgedwongen naar de tweede klasse afgelopen seizoen in de nacompetitie. En de tweede wedstrijd mogen ze thuis tegen Zwart-Wit. Ook een mededegradant uit de tweede klasse afgelopen seizoen. Dus 2 hele zware wedstrijden voor VSO. En dan weet je ook meteen waar je staat in de competitie. Dus VSO zal absoluut gewoon een heel ander vaatje moeten tappen in die wedstrijden. Want als het schaadt als vandaag, dan maak je me ernstig zorgen. Is dat nu een doelpunt? Ja, VSO maakt toch nog een doelpunt. Een voorzet van Wesley Pater. Alwin Zieleman die bij de tweede paal opduikt. Iets voorbij de tweede paal breed legt. En Rinse van der Velde die de bal binnenschuift. De spreekwoordelijke eer wordt gered voor VSO. En een doelpuntje hebben ze ook eigenlijk wel verdiend. Maar het was gewoon niet best aan de kant van VSO. Dat mogen we met elkaar concluderen. Het is gewoon een gezapige wedstrijd geworden in de tweede helft. In de loop van de tweede helft. Nou goed.
Het is een gegeven. Remco van Tulle aan de bal. Moet aan de rechterkant Wesley Paten bereiken. Nou, geef hem een goede streep. Een mooi doelpunt. Ja, ja. En Wesley Paten weet zelfs nog de 4-2 te scoren. Een mooie paas van Remco van Tulle. Een mooi lapje van Wesley Paten over doelman Björn Onderstal. Maar goed, we weten, de wedstrijd is al lang gespeeld. We hebben nog een minuutje op de klok volgens mij. En geeft in ieder geval een draaglijke stand wat dat betreft. En het is ook aan een Elburg Sportclub die dus gewoon de wedstrijd ook wat laat lopen. De scherpte is eraf. VSO krijgt ook wat meer ruimte. Ik vind wel dat VSO de tweede helft wat dieper heeft gespeeld. En iets meer de aanval, het lef heeft gezocht. Heeft gehad om de aanval wat meer te zoeken. Meer diepgang erin. Nou goed, de snelle doelpunten van de Elburg Sportclub waren een flinke streep door de rekening. Het is nu nog weer William Hunestein die slordig verdedigen van VSO. Afstraf, bijna afstraf, denkt afstraf. Het is een corner in ieder geval. Wat Jaap-Jan Schoonhoven kon de bal niet binnen de lijn houden. Ali Muala gaat de hoekschop nemen. Ik ga ervan uit dat we in de dying seconds zitten van deze wedstrijd. Nou, we hoog voor het doel komen. Daar komt ook Wim de Vries bij de tweede paal. Kopt ook, maar kan voor de onvoldoende het hoofd achter de bal zetten. Zodat de bal overgaat. En doelman Jaap-Jan Schoonhoven de doeltrap kan gaan nemen. Speelt in op Ruben Buizert. Wordt onder druk gezet door Marco de Vries. Wordt teruggespeeld op Jaap-Jan Schoonhoven. Vervolgens weer naar Ruben Buizert. Rinse van der Velde. Rinse van der Velde weer terug op Ruben Buizert. Ruben Buizert nu diep. De assistent scheidsrechter vlacht opnieuw. Voor buitenspel. Maar goed, de bal blijft in bezit van de Elburg Sportclub. Zodat de scheidsrechter Langendonk de wedstrijd door laat gaan. Marco de Vries. Ja, geeft de bal op Wim de Vries. Wordt gevlacht voor buitenspel. Geeft nu dan toch wel. Dan neemt hij het vlagsignaal over. Assistent scheidsrechter. Ja, de doelpunt van Wim de Vries. De derde doelpunt van Elburg Sportclub. Leek ook buitenspel. De assistent scheidsrechter had er ook voor gevlacht. Maar scheidsrechter Langendonk beslist anders. Nou, vanuit mijn commentaarpositie kan ik het niet helemaal goed beoordelen. Dus laten we de scheidsrechter in dit geval de voordeel van de twijfel geven. En dit is ook geen buitenspel. En nu vlacht de assistent scheidsrechter wel. Maar dit is absoluut geen buitenspel volgens mij. Maar goed. Het blijven ook altijd clubgrensrechters. Dus. Matthijs Frik. Terug naar Mitchell Calverda, naar Willem Hunestein. En scheidsrechter Langendonk fluit voor het eindsignaal. Elburg Sportclub wint hier met 4-2, een verdiende overwinning. Over het geheel van de wedstrijd zeker genomen. VSO moet lering trekken uit deze wedstrijd, want het is onder de maat onvoldoende om zo de competitie in te gaan. Het zal toch beter voor de dag moeten komen. Aanstaande zaterdag speelt VSO. Ook voor de beker, haar derde wedstrijd. Dan tegen Zwart-Wit 63. Dat is ook een competitiegenoot. Dus dan zullen we kijken van hoe VSO er echt voor staat. Maar ik denk dat ze in ieder geval gewoon anders voor de dag moeten komen. Want anders kunnen ze nog wel eens een hele moeilijke start krijgen van deze competitie. En een moeilijke competitie tegemoet gaan. Een vriendenoverwinning voor de Elburg Sportclub. Dat zaterdag tegen Hulsal speelt. En daar een kroon op dit bekertoernooi kan zetten. Want ik weet niet wat de wedstrijd tussen Hulsels en Zwart-Wit vanavond is geworden. Maar in principe heeft Elburg Sportclub het zelf in de hand om zich uiteindelijk te plaatsen voor de volgende ronde van de KNVB. Ik
heb beide trainers naast me. Henk Nieuwenhuis van de Elleboog Sportclub en Wilfred Westerhuis van VSO. Wedstrijd 2-4 voor de Elleboog Sportclub. En we beginnen bij onze gasten, in dit geval Henk Nieuwenhuis. Met wat voor opdracht en met wat voor tactiek heb jij de jongens het veld ingestuurd in de eerste helft? Nou, nog niet speciaal een tactiek. Ik was heel erg benieuwd waar ze op dit moment stonden. Want je hebt toch altijd een beetje onrustige voorbereiding. In deze regio komen de jongens later terug. Dus ik had nu wel redelijk een basis staan. En wat speldenprikjes van VCO. Maar ik had wel gezegd om direct vast te zetten. En dan vervolgens vanuit de tweede bal te voetballen. En dat ging bij tijden wel aardig, maar ook een aantal keer niet. En in deze fase zie je dat. Het ging bij tijden wel, je zag het ook in het veld, hè? Dus dat we proberen druk te zetten naar voren, doordat VSO niet op kon bouwen. Wat was je beeld over de eerste helft van de wedstrijd? Zowel van VSO kant, maar ook zeker van Elburger kant. Nou, met de beperking dat de Elburger kant vond ik dat we gewoon niet zuiver waren. Maar ook een aantal goede intercepties en de voortzetting die staan gewoon heel, heel slecht. Want nogmaals, het mag niet een argument wezen, maar je ziet in de voorbereiding, met name Roel bijvoorbeeld, die is laat aan, Roel en Jesse Roen is laat aangesloten, dan mis je gewoon wat ritme. En dat zie je op dat soort momenten zie je dat terug. Ja. Wilfred, hetzelfde vraag aan jou. Met wat voor opdracht en tactiek heb jij jouw mannen het veld ingestuurd in de eerste helft? Nou, in feite wat we al vanaf het begin van de voorbereiding probeerden. Druk vooruit, initiatief pakken en voetballen van achteruit. Maar dat laatste, dat kwam er niet van. Omdat EEC ons onder druk zette. En dat, ja, we slaagden daar niet in om er onderuit te voetballen. En vervolgens was Elburg veel fanatieker in de duels. Ik wil zeggen, want dat was de verdienste van Elburg Sportclub, direct vastzetten. Maar er schat er denk ik meer aan bij VSO dan alleen maar dat Elburg Sportclub VSO vastzetten. Ja, maar goed, dat is ook altijd het gevolg van het ene is het gevolg van het ander. We wilden graag opbouwen. We hadden er wel rekening mee gehouden dat zij vrijwel met twee spitsen zouden spelen. In ieder geval in het druk zetten van de tegenstander. Dat gebeurde eigenlijk op die manier. Het centrum werd redelijk vastgezet. Ja, en vervolgens hinken we een beetje op twee gedachten. Durven we het wel, durven we het niet? Nou, en dan zie je dat we nog niet zo ver zijn dat we dan vol bravoure gaan voetballen. Ja, en dan kom je in de tweede bal, in de langere bal. Ja, en daar was Elbert gewoon verder. We zijn gewoon afgetroefd, met name de eerste helft. Ja, we moesten ook, de VSO moest het ook inderdaad van het voetbal hebben, want fysiek zijn jullie sterker. En daar hebben jullie ook dankbaar gebruik van gemaakt met enige regelmaat. Nou, een ijzersterk wapen zijn de corners en de vrije ballen. Je hebt natuurlijk 3-4 fantastische koppers. En als je ziet hoe ze Andries van Beken bijvoorbeeld vol raakt en naast en Wim de Vries een paar keer daar erbij zet, dan is dat een geweldig wapen, ja. En de tweede helft, Henk, dat ging wel heel makkelijk in het begin van de tweede helft, want het was al heel snel gespeeld. Ja, dat is denk ik een nekslag voor een jonge groep zoals Wilfred het heeft. Als je dan zo snel 2-0 achter gaat, dan gaan die kopjes naar beneden. Want het was eigenlijk een doelpunt uit niets en hij zat er fantastisch in. En dan zie je gewoon dat we vrij snel naar 3-4-0 gaan. En dan wil ik als trainer in deze fase ook dat we dan echt doorgaan. Als je dan toch een burenruzie wil winnen, ga er dan ook echt voor. Maar de pijp was waarschijnlijk leeg. Aan de andere kant heb ik de luxe dat ik dan weer drie andere jongens wat speeltijd kon geven. Was geen echt sprake van een echte burenruzie? Nee, nou ja, misschien lag het aan VSO, maar ik weet dat vanuit ervaring dat derbies zijn vaak saai. En dan horen twee partijen voor elke meter te vechten. En dat was denk ik niet altijd aanwezig, nee. Wilfred, 1-0 achter met rust. Nou, je wisselt twee spelers. En met denk ik een opdracht aan de spelers van nu naar voren. En zorgen dus dat je aansluiting maakt. Ja, nou allereerst ook de keuze in de groep gelegd van... Gaan we nou toch proberen te durven voetballen, maar dan ook met lef? Of gaan we dan kiezen voor de lange bal omdat we vastgezet worden? Nou goed, wij willen meer voetbal erin krijgen, dus we hebben gezegd we gaan het gewoon blijven proberen. Maar dat betekent een stuk lef erin. Nou, daar was niet ontevreden over dat het niet allemaal goed ging, dat snap ik ook wel. Maar de intentie was er, of die bleef er eigenlijk. En we hebben gezegd, Robin kwam er dan in de tweede helft op rechtsback. Nou, en in de eerste helft was Robin Verschieden, nummer 6 van hun aan de linkerkant, was steeds de vrije man. Omdat Marco de Vries heel slim tussen onze back en de centrumverdediger positie koos. Nou, we hebben duidelijk gezegd dat Robin door zou dekken op hem. En dan neem je achterin wat meer risico's. En dat ging op zich wel aardig. Alleen, er zijn een paar momenten, ik geloof dat alle goals van de linkerkant komen. En wat dat betreft heeft Marco de Vries het geweldig gedaan. Want die legt volgens mij 3 ballen pan klaar. Ja.
Oké, de winst in deze poolwedstrijd, een pool kan je nauwelijks meer ontgaan, denk ik, Henk. Zaterdag nog tegen Hulshorst, kan in bakkie wezen, zou ik gaan zeggen. Nou ja, ik vind het wel een serieuze testcase voor de basis, want de week erop is het competitie. Dus je bent nu in de fase dat je het af wil ronden en dan wil ik ook een gretig Elburg zien. We hebben gisteravond ook nog een uur getraind. Je weet nooit wat zoiets met jongens doet, want als een Roel bijvoorbeeld erdoor zit, dan zegt dat ook iets. Dus donderdag even wat rust en dan zaterdag weer vol aan de bak. Ja. En hoe sta je ervoor, denk je, voor de competitie volgende week? Ik ben absoluut niet tevreden. Ik had voor de tijd ook met Wilfried erover. We hebben gewoon veel meer opties. Vorig jaar had ik te weinig opties en ik heb nu de luxe van een groep van 20 man. Dus we hebben er met z'n allen zin aan. Ja. Zaterdag zwart-wit, testcase. Want over 14 dagen in de competitie hebben ze weer. Nou ja, dat klopt. Het is de laatste wedstrijd natuurlijk voor de competitie. Dit is niet fijn natuurlijk voor het gevoel, zo simpel is het. Hulshorst was ook teleurstellend, ook gewoon qua spel. Wat dat betreft moeten we zaterdag gewoon ook naast een goed resultaat, want ik vind dat we gewoon te makkelijk de goals tegen krijgen. We moeten toch voetballen weer gewoon een stapje durven verzetten. Dit hoort ook wel bij beter worden, dus in die zin treur ik niet. Wel om het verlies, maar omdat het niet in één keer perfect gaat. Maar we moeten wel zaterdag moeten wel een schepje bovenop als het gaat om, met name als we de bal niet hebben. Oké, we zullen zaterdag afwachten. Heren, allebei hartstikke bedankt voor dit interview. En allebei heel veel succes in de competitie. Prima, graag gedaan. Succes.